Malaria is een hardnekkige ziekte die zijn tol eist. Jaarlijks krijgen zo'n 200 miljoen mensen de ziekte. En elk jaar overlijden 600.000 mensen eraan. Met name in Afrika. Malaria-onderzoeker Teun Bousema onderzoekt innovatieve manieren om de ziekte te bestrijden en mogelijk voorgoed uit te bannen. Als kleine jongen was ik altijd bedroefd dat de helden uit mijn jeugdboeken meer meemaakten dan ik. Ik wilde ook avontuur en dat heb ik eigenlijk een beetje gehouden. Dus ik ben heel blij dat ik nu ook mijn wetenschappelijk werk kan combineren met het werken in andere culturen. Dat het avontuur een beetje in mijn leven blijft. Na mijn studie heb ik met twee vrienden een jaar in Ghana gezeten en daar hebben we een kliniek gebouwd. En tijdens dat jaar raakten we eigenlijk door ons leesvoer heen. En in een stoffig boekhandeltje in Accra kwam ik een boek tegen over malaria. En dat boek dat raakte mij, dat fascineerde mij. Ook de interactie tussen mens en parasiet en mug. En ook de relevantie van het probleem. Dus toen heb ik eigenlijk besloten dat ik daar mijn carrière op wilde bouwen. Malaria blijft een van de belangrijkste doodsoorzaken van Afrikaanse kinderen. En het is heel belangrijk om je te bedenken dat je als mens besmet raakt door muggen, maar dat die muggen ook besmet moeten raken met malaria. En dat gebeurt door mensen. En mensen kunnen heel efficiënt muggen besmetten. Eén persoon met malaria kan wel leiden tot meer dan 100 andere personen met malaria, allemaal via muggen. En dat moeten we begrijpen. Daarnaast zijn we erachter gekomen dat malaria zich wel heel efficiënt verspreidt, maar dat er sommige mensen zijn die muggen niet kunnen besmetten. En dat is fascinerend. Die mensen hebben wel de parasiet bij zich, maar muggen raken niet besmet. En iets in die mensen, een immuunrespons, kan ervoor zorgen dat in de mug de parasiet niet tot ontwikkeling komt. En dat vond ik een van de meest fascinerende bevindingen uit mijn carrière. En daar zijn we nu heel druk mee bezig om daar iets mee te doen voor de malariabestrijding. Nou, de enige manier om erachter te komen of mensen malaria kunnen besmetten, is om muggen erbij te betrekken. Dus wij doen onderzoek waar we bloed van mensen aan muggen aanbieden en vervolgens kijken we of dat bloed met of zonder de antistoffen van die personen muggen kunnen besmetten. En dat onderzoek doen we in een groot aantal Afrikaanse landen, vooral in Burkina Faso en in Kenia. En daar proberen we mensen te vinden die in staat zijn om de verspreiding van malaria te blokkeren. En om zo'n biobank te genereren moet je enorm veel werk doen. We hebben veel werk gedaan waar we muggen ook echt microscopisch ontleden en kijken of die mug besmet is geraakt. Onderzoek om te zien of mensen de verspreiding van malaria kunnen stoppen is enorm arbeidsintensief. Voor ieder persoon willen we echt tientallen muggen onderzoeken. En tot voor kort moesten we al die muggen individueel opensnijden. En dat is heel erg lastig. Dat kost te veel tijd. En sinds kort hebben we een parasiet ontwikkeld die een stukje van een vuurvliegje tot expressie brengt. En daarmee kun je eigenlijk aan de buitenkant al zien of een mug besmet is. En dat maakt natuurlijk iets veel makkelijker om op grote schaal te doen. Dus met die nieuwe parasiet kunnen we nu op grote schaal bloedmonsters van mensen onderzoeken. En kunnen we die mensen eruit pikken die de verspreiding van malaria kunnen stoppen. Inmiddels hebben we al 10 eiwitten gevonden die betrokken zijn bij deze immuunrespons. En met ons favoriete eiwit zijn we ook al vrij ver richting vaccinontwikkeling. In proefdieren werkt dat eiwit al goed. En met collega's in Nijmegen zijn we nu bezig om toe te werken naar een eerste test in mensen. En dat hopen we in de komende paar jaar al echt te gaan doen.